Waar zijn we? Oh, ik ben hier. Ja, ik heb body armor aan, even kijken. 200 maar van elkaar af, 200 meter. Dat is niet ver weg. En ik ben bij een huisje gespannen, dus is ook gelijk loot aan het begin. Ja, ik kom gewoon richting jou te lopen. Ik zie boven zie ik een soort... Oh, ik zit weer bij die factory gedoe. Dat vind je best wel ver hoor, als ik nu ga rekenen. Dan staan maar 200. Ja, dat zal wel moeten kloppen, denk ik. Hup. Ik mis mijn backpack zo zwaar. Ik kan maar 3 items bij me hebben. Dat is heel weinig voor mij het doen. Kijk, een bandage. Ik moet even snel een wapen hebben. Hier kon ik de vorige keer wel een hamer in ieder geval vinden. Medkit, neem ik mee. De medkits zijn goed hoor, zo. Niks. Medkit, backpack. Kut, dat is de eerste gozer alweer. Maar hij heeft geen wapen, ha! En ik wel. Nou, dus ik heb een backpack en medkits, 2 medkits. Alleen nog geen wapen. Kut, sorry, gaat die groen nog goed. Nou. Hou je het vol? Nou, ik had hoog gehoopt toen ik eraan begon. Is er weg! Kut, hij flikkert eraf. Ik had goede hoop. Funk gedoe. Waarom liggen hier nergens wapens? Kut, sorry. Nou, Mike, ik heb weinig hoop als ik eerlijk moet zijn. Ik zit hier nog naar wapens te zoeken, maar ik kan niks vinden. Echt hier wel wat. Ja, een boksbeugel, nice. Yes. Een body armor. Kut. Oké, nu heb ik. Nu durf ik eraan te komen. Mike, ik durf niet meer, ik ga dood. Yes! Yes! Nice. Ik heb 2 held dingen voor je. En body armor. Oké, pliep, pliep, pliep. Oh. Ik volle punten verliezen te gooien. Ik ben mijn leenwapen naar beneden zijn hoofd. Toen ging hij net aan dood. Kut, er komt iemand aan, Mike. Er komt iemand aan. Dat ben ik. Nee, dat ben jij niet. Ik kan jou niet trekken, namelijk. Oh ja, ik zie hem. 2 mensen zelfs. Kut, dat ook weer. Oké, nou, Mike. Wat? Ik zie niks. Pepperspray. Blijven lopen. Dat zijn fucking ressen. Want deze is niet zo goed. Waar ik tegen vecht. Ik ga weer kut, maar dat was... Hij komt niet uit, maar kijk uit, achter. Nice. Ja. Oh, kill. Oh. Wat een gevecht. Hier, Sam. Ik treat mezelf even. Kom je ook bij. Druk neem dit. Wat is dat? Body armor. Oké, ik pak het zo op. Ik moet eerst even dit doen. Als je hier weg staan. Ik heb alweer 100. Oh, dat doe je zo. Want ik heb net een health pack gebruikt. Oh, nice. Ik moet even punten hierover geven. Oh, dat was een intens gevecht. Maar die gast waar ik tegen moest, die was heel erg slecht. Die kon echt niks. Die had die pepperspray, maar dat was... Daar verblindde die me even mee, maar dat was het dan ook. Waar is dat body armor, man? Hier zo, hier. Dankjewel, Mike. Hier, deze gozer heb ik ook net vermoord. Man, ja. Man. Daarboven... Bij dat ding ben ik nog niet bij alles geweest. Waar? Bij... Waar ik net zat. Ik heb 74 hier... funk nu. 74, dat denk ik natuurlijk aardig goed gerempen. Ja, dan ga je. Dan krijg je erg wat puntjes voor, natuurlijk. Ik ging vol slaan met mijn boksbeugel. Niet fucken met mijn boksbeugel. Dat doe je lekker. Ik heb dit pickaxe nodig gehad om te vermoorden. Ik sla je kaak ermee kapot. Gewoon. Wil je gaan voor de airdrop of wil je dat kistje openen? Nee, voor de airdrop wil ik. Ja, ik ben ook zo airdrop liever. Center kill switch available in 1 minute. Wat is dat? Dat is zeg maar een backpack, die kan ik goed gebruiken. Maar we hebben gewoon 2 teams dan doodgemaakt. Ja. Oh nee, 1.
We hebben één team doodgemaakt en één half team gewoon. Ja. Nee, center kill switch is zeg maar heel simpel. Als je dat, dat is een knop in het midden, dat duurt iets van 10 seconden om die in te drukken. Maar als je die indrukt, dan gaan alle gift barrels op het hele eiland aan. Oh shit. Ja. Ik heb daarbij, oké. Even kijken hoor. Ik verkoop was er nog wat buiten weer? Hier thuis maken, hier, dan kan je vast die boog misschien een beetje kunnen. Hij had hier een. Had hier nog een backpack? Ja, die heb ik gebruikt. Jij hebt een backpack van jezelf al, toch of niet? Ja. Ja, ik niet. Nu heb ik die ook. Hop. Ik ga nog even. Die, dat zelfgemaakte spul kan je niet verkopen, toch? Ook, maar is heel weinig waard. Oh. Nou, ik verkoop in ieder geval deze even. Oh, ik heb een hele goede bijl voor je. Zend de kill switch now armed. Ja, hier is die, die bijl, die is goed. Die kapot veel schade. Crafted knife tier 1. Wacht even, kan ik die tas verkopen? Ja, dat kan. Die is 20 punten waard volgens mij. Oh, dan heb ik genoeg voor airdrop. Oké, doe het. Daarom moet ik eerst de pest 20. Weg. Want we staan voordat het gist eraan komt. Yo, ik heb genoeg voor een airdrop. Oké, let's go. Kijk, waar ben je? Hier. Oh, daar ben je. Ja, ik zie je. Mike, af en deze weer, jongen. We hebben het er hard voor moeten vechten. Dan nu goed. Al. ik heb gewoon een kill weer. En jij twee? Ik heb er twee, we hebben één. We hebben samen een team, dat gaat lekker. We kunnen hier een airdrop inkallen, maar het is wel een erg open plek. Deze plek is heel veel te open. Kies een eentje meer die kant op anders of zo. Ja, iets meer in het bos en zo. Voor het bos jungle. Ik vertrouw deze plek ook niet namelijk, als ik heel eerlijk ben. En het is veel te open. Ik pak even je funk. Dan kan ik Randy Sledgehammer halen, ja. Oh ja, ik ga hem niet pakken, want ik heb al genoeg. Ik heb 114 op het moment. Ja, bedoel, jij hebt zat inderdaad. Dan gaan we hier gewoon naartoe, joh. Dan moet ik zeggen, ik ben gek op dat funk. Zeg maar kapot. Wat zit hier allemaal in? Mike, wat voor mortal hierin zitten? Een koevoet. Een crowbar. Wil jij hem hebben? Ja, is goed. Zo goed mijn leeuwapen, denk ik, hoor. Dan ga ik die X weggooien, denk ik. Of welke zou ik weggooien? Geef maar dan maar. Ik zou die, welke doet meer schade? Damage 618, 618. Evenveel. Alles doet evenveel. Dan zou die koevoet zo meer zijn. Of niet, slaap dus mee. Kijk welke sneller is. Nou kan je ook zien. Koevoet 3, 2, 2. Dus koevoet is sneller. Dan zou ik de koevoet nemen. Geef die X en wound intensity is 2. En de rest is maar ook 2, trouwens. Ja. Oh, de X wil jij? Ja, ga je maar ermee, hoor. Yo. Yup, let's go. Naar een airdrop pad. Ik heb een koevoet. Wil iemand met me fucken? Sla ik een koevoet door zijn hoofd. Range inderdaad. Even kijken hoor, waar er eentje zit. Oh, kutzooi. Zie je het in beeld staan? Ja. Yep. Nou, laten we maar een beetje in het midden hollen dan. Dat we niet vergiftigd worden. Ja, link van ons gaat hij alleen af. Was wel rechts. Mij is links. Oh. Overal af nu. Het scheelt. Niet alles wordt gechoked hoor, maar wel veel. En we kunnen de airdrop. Als we nu de airdrop inkallen, Mike. Mike valt weg. Het heet van de strijd. Als we me niet worden aangevallen nu. Die mantracker. Ja, hij snapt het, hij snapt de hit. Hoe mooi. Oké. Okay. Oh, daar ben je gelukkig weer. Oh, gelukkig. Je snapte mijn hit toen ik erop sprong. Ja. Hoe mooi. Ik ga mijn tracker aanstaan. Dan kunnen we zien als iemand eraan komt. Maar ik dacht als dat gifgas er is, dan... Wat nu weer weg is. Ja, dat kwam ik ook achter. Even kijken, waar komt hij vandaan? Hoeveel mensen zijn er over? Het dichtstbijzijnde zit die kant, waar ik nu naartoe kijk. 1, 2, 3, 4. 4 mensen hebben we nog. 1 team en 2 aparte. Echt waar? Yes! Aparte mensen kunnen we wel grijpen met z'n tweeën. Ja, en dit team zouden we ook al moeten kunnen pakken. Ik hoor hem aankomen ergens. Ik zie niet waar. Nou, mijn ding zegt... Oh ja, ik zie hem. Die airdrop op die man. Nee, airdrop. Oh, waar is die? Hij zit hierboven. Je hebt iets om na te gaan. Wacht even. Hoe is het hotteam niet? Dat is een kutting. Waar is hij nou?
Ja, ik kan een beetje gedisoriënteerd zijn. Dat doet hij wel vaker. Kutting. Daar is die. Daar. Hier is die. Nice. Hoppakee. Mantracker. Zijn de aas hier op de loer? Nee. Een boog. Mag ik explosive runs. Mag ik van welkom. Die... Kies jij maar één. Dan neem ik even deze. Dan kan ik die ergens verkopen en dan komen we nog gelijk nog een airdrop. Dan halen we gelijk ook even die sledgehammer. Ja, doen we dat? Ja, is goed. Dan verkopen we deze. Dan kallen we gelijk een sledgehammer voor mij in. Kijk, dit is nice. We hebben nu gewoon goede wapens. Ik heb een boog. Ik heb een held ding. Ik heb een sprint ding. Dus moeten we echt wegrennen en dan... Ja. Ah ja, ah ja, even op de wacht. Jo. Even kijken hoor. Ja, oké. Okay. Zo'n mantracker is wel goud om bij een airdrop te staan. Dan weet je precies hoe je veilig staat. Kan ik trouwens, als ik hem hier inschiet, kan ik hem dan weer eruit halen? Nee. Oh. Nee. Blijkbaar niet. Hallo jongens. Zijn er nog steeds? Ah, ze liggen nog steeds gezellig. Waarom worden hun geen funk? Dat duurt een paar rondjes. Oh, kut. Iemand kan nog een airdrop in. Dat betekent dat ze sterker worden. Maakt niet uit. Ik heb een boog. Ik schiet ze door zijn hoofd. Zal je me wel onthouden dat je op tijd je melee-wapen moet trekken? Ik heb een crowbar. Sla ik de crowbar door het hoofd. Waar is een beetje een goede airdrop, Pet? Nou, ietsje een beetje beschut. Ja, dat zoek ik ook naar. Want die andere was niet echt heel erg beschut. We hadden gelukkig een goed moment, maar... Kom maar hier we zitten op de 13 minuten. Ja, goed ik het zeg, inderdaad. Dus de map gaat zo verkleinen. Daar staat er iemand, kijk. Oh ja. Hij is eentje. Zullen we achter hem aan? Oh, hier zitten airdrop pads. Oké, okay, gaan we. Ah, hij is te bang, Hij is er eentje. Huh? Waarschijnlijk een van die mensen die er eentje is. Ja, waarschijnlijk wel. Of eentje, of ze moeten nog opgesplit zijn. Lijkt wel heel sterk in de 13e minuut. En zielig ook als je elkaar dan niet gevonden hebt. Ja, inderdaad. Dan snap je dit spel niet echt. Maar was die airdrop pad dan? Ja, het is weer veranderd per game, maar hier zit het altijd wel aardig van, dacht ik in mijn hoofd. Oh, ik zie er achter zitten. Eén. Iedereen? Mooi. Dan kom ik eraan. Waar zit hij? Nee, hierachter. Oh. Daar zo. Nice. Als je hier springt, zie je hem al. Dat is erachter op de weg. Hier een kistje nog. Oh, kut. Zit er een speer? Een speer. Nice. Waar is die airdrop pet dan? Rechts. Rechts. Zie je hem? Nee. Hier zo, rechtdoor. Oh, daar, rechtdoor, sorry. Ik had iets verder... Hier, Mike, neem dit funk anders eventjes nog. Dan kan je nog wat pijlen kraffen of zo. Ik heb 19 funk op het moment. Ja, dat bedoel ik dit maar. Your personal airdrop. Gif. Hoor je al het gifgas ook? Ja. Dat is ook omdat we hebben nog 11 minuten, dus de map gaat zo verkleinen. Ja, dat komt pas zo meteen. We hebben als goed is nog genoeg tijd. In ieder geval, daar hoop ik ook een beetje op, maar... Ik hoorde... Ben jij aan het slaan of... Dat was ik. In nood. Ja, oké. Okay. Kut, er zit iemand super dichtbij. Maar hij staat stil. Die kant, waar ik nu naartoe kijk. Zie je mij? Ja. Die kant zit iemand 73 meter, super dichtbij. Kijk eens, ik raak met je boog. Hij is te bang om dichtbij te komen namelijk. Waarschijnlijk is diegene op de net. Ik zie hem niet. Hij loopt nu daar. Ik zie hem. Kijk op de oh ja, terug. Daar. Hij loopt nu daar. Hij zit achter een heuvel. Blijf erop richten in ieder geval. Doe dat. Fuck, sorry. Fase 1 is begonnen. Is hij er al dichtbij? Ja, er moet dichtbij komen. Dus. Fuck. Het gas. Waar is die? Oh, hier is die. Hup! Schiet op. Als ik eerst hier. Openen. Pak je crowbar. Doe ik. Ja, die heb ik al rondgetiefd, want ik wil dit ding hebben. Heb je alles? Ja. Let's go. Hoeveel damage doet die crowbar? Hij schiet op ons. Best nog wel wat, maar hij schiet op ons. Wie schiet op ons? Die gozer van daarnet. Waar staat hij dan? Want hij zou in het gif moeten staan. Nou, hij is die kant, waar ik nu naartoe kijk, die kant. Oké. Pak mijn boog erbij. Ja. Waar ben jij daar? Hoeveel mensen zijn er nog levend? Volgens mij nog 4. Wat even? 4? Nee. Alleen hij nog? Nog 3. Nog 1 team en wij. En nog hij. En dan... Oh ja.
Sorry, verkeerd gekeken. Hoe goed dat jij even keek. Anders hadden we het even hier. Waar ben je? Ik ben op de weg gelopen. Oh, trouwens, ik kan ook gewoon zien via dit, ja. Ja, kom goed. Ja, oké, ik hoor dat er weer ergens gas aan is. Ja, hier zit hij dan te los te laten. Oké, wat doen we, Mike? Mike, heb jij body armor? Ja, volgens mij wel. Beschadigd of niet? Weet ik niet. Is dat schildje... Hij is een beetje grijsachtig. Hier, neem dit. Waar ligt hij? Op de grond. Hier voor je neus. Dit is spul hier. Waar? Hier. Ik zie het echt niet. Het ligt bij mij letterlijk niks. Lig je een soort... Hier, op de weg nu. Nou, ik kan niet zien liggen. Nou, dat is kut. Hier ook niet? Ligt echt niet hier voor je neus nu? Nee. Dan verkoop ik het wel voor funk. Er zit niks anders op. We moeten snel handelen nu namelijk. Het gas staat daar nog aan. Ja, zullen we maar gaan? Ja. Dan gaan we hier naartoe, joh. Als kijk eens via je mentrekker. Dat doe ik even inderdaad. Die kant is bezijnde. Oké. Okay. Er ligt iemand dood op de weg, dat is duidelijk. Oh, die is hier... Mike, laten we even gauw hier even snel... Ik even wat... even voor even dat jij ook vol HP hebt, weet je? Die paar HP kan misschien het verschil maken. Ben jij dat? Yo. Ja, dat ben ik. Geef gas. Ik moet eentje een stukje oprukken. Ik zet hier een mentrekker aan, dan kan je veilig bij een boom gaan staan. Oké. Okay. Ik roep wanneer het gas komt. Kom bijna. Dus pak die stok maar op en ren. Ja, ik heb geen space dan. Ren. Gewoon één stok oppakken, kan dat niet? Nee, want ik heb geen space, dan moet ik iets weggooien. Oké, Mike. Het wordt team tegen team. Hun hebben drie mensen vermoord en wij hebben drie mensen vermoord. Die andere is al dood. Ja, die is net genakt. Oké. Okay. Ze zitten hier op het midden van de arena. Ben je klaar voor de Ultimate Showdown? Dit wordt dus of winnen of verliezen. Ja. Ah, kom, ze komen dichterbij. Oh shit! Ze waren er opeens. Kut, waar komen ze vandaan? Ik ben dood. Ik ook. What the fuck? Waar komt dat vandaan, joh? Wat is dat? Opeens ontplofte echt alles om me heen en zo. Zowel ik weet, er zit geen grenade launcher in dit spel. What the fuck? Man, dat ging opeens snel. Nou. Dat was weer een... Holy shit, man. Man. Nou, maar... Ah, we hebben het niks gedaan. De volgende keer. Dan pakken we ze.